kleine aap tot zebra, van olifant tot gup. Het is zo avontuurlijk in de Jungle Club. Hey Jungle Club vrienden, van harte welkom bij Ouwe Hans Jungle Club. Ja, ik zit hier bij de zeeleeuwen te wachten op Dieren Dirk. Vandaag een uitzending dus met Dieren Dirk. Alles over zeeleeuwen, nou is het boordevol, heel gezellig. En daar is Dieren Dirk. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd, alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboepil die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de jungle. Hey Bamboe Bill. Hoe is die? Ja, goed. Met jou? Nou, vandaag is de grote dag, hè? Vandaag is de grote dag. Ik heb er niet van kunnen slapen. Meen je dat nou? Oh ja, ik ben heel benieuwd. Nou, ik zal je vertellen, onze zeeleeuwentrainers hebben vreselijk hun best gedaan. En we gaan zeeleeuw Julia er even bij halen, want die gaat jou wat laten zien. Nou, laten we gaan kijken. Die zeeleeuwen een hap uit mijn hoedje genomen. Wel leuk dat het lukte met die wereldbol. Maar nu is het tijd voor dierennieuws. Er is sprake van een heuse geboortegolf in mijn park. We schakelen direct over naar de damherten. We zijn ontzettend blij met de geboorte van een klein jong damhertje. Gisteren geboren. Ah, oorspronkelijk komt de damhert uit Turkije. Maar inmiddels zie je damherten overal. Bossen en weides en ook bij mij in het park. En dan is er ook nog een kleine orang-oetang. En daarvan heb ik de volgende keer beelden. En nu moet ik nog naar de grote stad, maar dat kan natuurlijk niet met zo'n hoedje. Ik heb ergens nog wel een hoedje liggen. Kijk, Roger, dit zijn de stekelvarkens. Ja, hoe ze aan hun naam komen kun je wel zien, hè? Prachtige, lange stekels. En ze komen oorspronkelijk uit wat wij noemen de oude wereld. Uit Afrika. Ja, het zijn echte knagers. En ze houden van het graven en woelen in de bodem. Dan hebben we toch avontuurlijke buren. Ik kreeg pas van mijn goede vriend Karel, die op reis was geweest naar Afrika, deze prachtige, mooie voorwerpen. Ik dacht, wat zou het nou toch zijn? Ja, een heel mooi doosje, kijk. Maar waar is dat nou van gemaakt? Dat zijn de stekels van het stekelvarken.
stekelvarkentje komt natuurlijk voor in Afrika. En al die stekels, ja, hij verliest er wel eens eentje. En als je die verzamelt, dan bekleden ze die prachtige doosjes mee. En zelfs aan de binnenkant een olifantje dat gemaakt is van die stekels. Het stekelvarkentje verliest wel eens zijn stekels wanneer hij bijvoorbeeld in de aanval gaat naar een vijand. En hoe doet hij dat? Hij gaat achteruit in de aanval dat al die stekels naar de vijand toe staan. En hij wint altijd. Dus het stekelvarken heeft eigenlijk bijna geen natuurlijke vijanden. Ja, de stekelvarkens zijn echte knaagdieren met van die grote voortanden. En dan vinden ze het heerlijk om aan een boom of een tak te knagen. En dan gaan ze de hele bast van de tak afhalen. Ja, arrr, echte knaagdieren. Is hard aan het werk in mijn park. En om haar te bedanken heb ik laatst een heel mooi cadeautje voor haar gekocht. Veronique, ik ga op bezoek bij een bekende Nederlander met een hond. Ja? En dan dacht ik, ja, ik moet toch iets leuks meenemen om te knabbelen. Ja, hoe groot is de hond? Hoe groot is de hond? Ik heb geen idee. Oké, is dit misschien wat? Ja, dit is misschien wel wat. Of dit. Of deze. Dit. Ja, hier heeft een hond tenminste wat aan. Die wordt het. Die wordt het. Hey, Bamboe Bill. Kate, wat heb je hard gewerkt. Hartstikke leuk dat je vandaag mijn gast wilde zijn en ik heb nog een cadeautje voor je. Oh, echt? Eigenlijk niet voor jou, want je had er een chihuahua, hè? Kijk eens wat ik voor hem heb. Wauw! Wat een groot bot! Dat is veel te groot, maar hartstikke lief. Nou ja, ik denk dat is hartstikke leuk. Ik loop even met je mee naar de uitgang. Oh, wacht even. Ik heb ook nog iets voor jou. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Dan kan je dat verloten. Dat is mijn cd. Oh, kijk eens. Daar maken we een prijsvraag van. Hartstikke leuk. Kom, we gaan die kant op. Ja, dat was leuk, hè. Maar... Ah nee, hè. Het is alweer tijd om te stoppen. Maar het avontuur gaat verder op jungleclub.nl. En ik zie je natuurlijk heel snel bij de volgende Jungle Club. Maar ook lekker buiten gaan spelen, want daar is ook het avontuur. Doei! Bamboe Bill die helpt je van de regen in de drup. Dus we zien je snel weer in de Jungle Club.